Goedendag. Na een aantal zeer warme dagen is vandaag de laatste. Vanaf morgen zitten we in veel koelere lucht, met normale temperaturen voor de tijd van het jaar, een graad of 21. Het heeft alles te maken met storingen die ons naderen vanuit het zuiden. Eerst nog eventjes een portie hele warme lucht vandaag. Het wordt al heel snel zo'n 30 graden of meer zelfs in het binnenland. Maar daarachter zit koelere lucht en daar krijgen we dan in de komende nacht mee te maken. Vanaf morgen dus 21 graden op de thermometer. Nou, vandaag overdag is dus wel nog heel erg Warm. In de ochtend trekken ook een paar regen- en onweersbuien over ons land. De meeste buien aan zee, maar ook landinwaarts kan een enkele bui tot ontwikkeling komen. In de middag wordt het al vrij snel overal droog. Temperaturen daarbij tot een 33 graden aan toe in het binnenland en ook flink wat zon tussendoor. Vanavond en vannacht kan er ook alweer een enkele bui vallen. Daarbij een wind uit zuidelijke richting, matig van kracht bij een bui, kan de wind eventjes flink uithalen. En vanavond en vannacht neemt de buienactiviteit geleidelijk aan weer toe. Krijgen we nog een milde nacht, 16 graden, en ook dan kunnen bij de buien een paar klappen onweer voorkomen. Dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten, stroomt er koelere lucht binnen vanaf zee. En dat merken we morgen dan aan de temperatuur. Nou, dan hebben we morgenmiddag een temperatuur rondom de 21 graden. En de loop van de dag klaart het op, laat de zon zich wat vaker zien Dan wordt het uiteindelijk weer fraai weer. Maar in de ochtend kan er misschien nog wel een bui uit de nacht vallen. Nou, en dan de dagen na, woensdag, donderdag, vrijdag en ook zaterdag flink wat zon. Heel fraai weer, maar eigenlijk wat meer lenteweer dan zomer vanwege die temperaturen. Want die ja, gaan wel geleidelijk aan een beetje oplopen... Maar hoger dan zo'n 21, 22, misschien in het binnenland nog een 24 graden, dat zit er volgens ons nog niet in.